Broskies, welkom terug bij de volgende aflevering van de FC24 Club Brugge Career Mode. Vergeet niet om een duimpje omhoog achter te laten. Abonneer als je nieuw bent. Belletje aan. Oké, broertjes, voordat we gaan beginnen aan de aflevering, hebben wij natuurlijk als eerste de Notengang. De allereerste die had gereageerd op de vorige aflevering is Wenle Schiffelers. Hopelijk zeg ik het goed. Matty Vloging. Even kijken. Crazy Finfire. Malino. Vince Funel. Randy. Warren de Wandel. Jorrit Giesbers. Een persoon en Jarine Land. Volgende zijn de persvragen. Randy, waar denk je dat Club Brugge kan geraken Europees? Heb je het over de career mode of in real life? Ik geef gewoon eventjes voor beide antwoord. In deze career mode denk ik... Ik zie onszelf wel minimaal de kwartfinale halen. En in real life, in de Conference League halve finale hebben wij dus Aston Villa, Olympiakos, Fiorentina en Club Brugge. We kunnen ervan uitgaan dat Aston Villa gaat winnen van Olympiakos. Maar Fiorentina en Club Brugge kan beide kanten op gaan. Maar als ze weten te winnen van Fiorentina, denk ik nog steeds dat Aston Villa te sterk is voor Club Brugge in de finale. De volgende reactie is van Nancy Bostoen. Laat Jackers de beker keepen. Hij keept nu al elke wedstrijd bij Club. Ik snap dat in real life dat gebeurt. Maar dit is niet real life. Nordin Jackers heeft de potentie van een 71. Daar kan Peter Kluivert niks mee. Ik zie Kluivert Jackers niet kopen. We gaan even kijken naar het schema. We zitten in oktober, een hele drukke maand. We hebben even kijken, 6 wedstrijden. We spelen er 3. Sowieso de 2 wedstrijden in de Conference League. Lugano en Besiktas. En dan wordt het natuurlijk Antwerp. Dat zijn de 3 wedstrijden. Dat betekent de allereerste wedstrijd van deze aflevering gaan we simuleren. Even kijken hoor, want we hebben dus erna de wedstrijd tegen Lugano. 1, 2, 3... dagen waarop wij kunnen rusten. Is dat voldoende? Even kijken naar de conditie van de spelers. Ja, nee. Wat we gaan... Ja, we moeten... Oké. We moeten verstandig zijn, man. Dat is... Dit wordt lastig. We gaan sowieso... Kijk, Meijer is geschorst. Dat sowieso. Dat betekent Boyata gaat spelen. Spileer speelt sowieso al niet. Blijkbaar. Sabbe... Eigenlijk had je moeten spelen. Onyedika krijgt rust. Balanta mag spelen, Van Aken, Stijn, Niels hebben wij. We hebben niet heel veel vervangers voor op die positie. Nusa, God, we gaan het gewoon doen. Sinkernagel. Wie speelt er daar? Skov Olsen, maar oké, jouw conditie. De conditie van sommige spelers is lastig. Jutgla mag spelen. En dan moeten we het hierbij laten, want we hebben niet heel veel spelers om mee te wisselen. Oké, snel simuleren. We verliezen met 2-3 van Sint-Truiden, jongens. Ja, oké, Jutgla heeft wel 2 keer gescoord, maar ja, het was niet voldoende. Dat is wel pijnlijk eigenlijk, hè. Waarschijnlijk zijn we ook die eerste plek kwijtgeraakt. We gaan ons concentreren op de wedstrijd tegen Lugano. Nu moeten wij eventjes heel snel wel de trainingsplannen goed zetten, want de conditie, kijk, zinkeren. Maar oké, eerst het elftal weer goed zetten, want dat is natuurlijk wel een stukje belangrijker. Skov Olsen. Nee, Advokula. Oké, Spileers. Waar is Spileers? Man, dit is goed, dit is goed. Nieuwste speel. Wacht even. Verlezen. Nu staat het goed. Oké, dan kunnen we nu eventjes heel snel gaan kijken naar de trainingsplannen. Want sommige... Alleen spelers met een geel, oranje of rood symbooltje. Dat betekent verlezen. Prestatiegericht wordt 3 dagen. Ze zeggen... Tenminste, dat... Groen... Ik denk, kunnen we dat risico nemen? Zijn conditie, ik wil eigenlijk... Ja, maar zijn scherpte is ook... Dit wordt lastig. Ik gok het op, gebalanceerd. Advincula zetten wij op... dit gaat hem niet worden. Energiegericht. De Kuiper zetten wij op... We kiezen toch wel voor energiegericht. Dan op de bank hebben wij... Ja, dit is eigenlijk wel goed, toch? Dit zetten wij wel op prestatiegericht. En jij, gebalanceerd, staat al goed, Taubi, gebalanceerd, nee, sterker nog, we zetten jou op energiegericht voor nu, Boyata,
gebalanceerd. Nielsen, gebalanceerd. En Jutgla, gebalanceerd. Mechelen. Even kijken, dat is goed. Wacht, Jutgla. Nee, we zetten het op energiegericht. Dan blijft over Zinkernagel. Ja, die zetten we gewoon op volledige energie. God, volledige energie. Nu gaan we even kijken of dat voldoet. Wacht even, is de wedstrijd? Nee toch? We kunnen nog simuleren toch? Oké. Dit zijn de 3 dagen. En dan gaan we nu kijken. Sabbe heeft het niet gehaald. Dat is opvallend. Sabbe, jouw kon... Maar het is gewoon niet... Heb ik een foutje gemaakt met Sabbe dan? Ik denk het wel. Moet wel. Want bijna iedereen is gewoon weer helemaal hersteld. Nee, ik heb een foutje gemaakt met Sabbe. Maar hij gaat ook volgens mij niet spelen. Sterker nog. We nemen mee. Nielsen. Ordonez. Mechelen moet sowieso mee trouwens. Gods moet ook mee. Maar wacht even. We zijn een Zinkernagel wil ik eigenlijk ook meenemen. Dus ja, sorry Gods. Maar dan ga je op de bank. Talbi. Wow, wow, wow. Jutgla moet mee. Balanta moet mee. Ik vind dit goed. Dit is wel volgens mij de sterkste bank. Kijk maar. Allemaal 70 plus. Ja, we hebben hier dan nog wel Boyata. Maar hij is de enigste. Dit is de sterkste bank. De Kuiper en Nusa. Beide content. Scherpte van Nusa is niet... De Kuiper en Nusa. Heel even snel kijken. Waar is Nusa? Hier. Niks aan de hand. De Kuiper. De Kuiper, prestatiespeler. Ja, oké. Okay, dan moet je gewoon beter gaan spelen. Oké, okay, Broski is de tweede wedstrijd in de Conference League gaat beginnen. Wij staan op dit moment op plek 1. Besiktas op 2. Maar wij hebben een beter doelsaldo. Dat betekent ook trouwens Lugano en Bode hebben beide verloren. Kijk, we zijn lekker bezig. Maar wow, wacht even. Volgens mij... Ja, we zijn volgens mij onze eerste plek kwijt. We staan op 3. Antwerp, Brugge, Standard Luik, Anderlecht. 1 punt verschil van elkaar. Bizar. Wacht even, ik kan trouwens kijken. Wat hebben we gedaan? Sabbe opgebalanceerd was niet voldoende. We zetten jou op volledige energie. Mijn foutje. Oké, okay, we gaan naar de wedstrijd. Dit zijn de 11 voor Lugano. Even kijken, want ik ken dat hele team niet. Dan heel even snel kijken. Wacht even. Ze spelen op wat? Counter. Oké. Okay. Dit zijn de 11 jongens. We gaan beginnen. Mignolet, De Kuiper, Meijer, Spileers, Advincula, Onyedika, Vetlessen, Nusa, Van Aken, Skof Olsen, Thiago. Dit zijn de 11 voor de wedstrijd tegen Lugano. Tweede wedstrijd, jongens. Vergeet niet om een duimpje omhoog achter te laten, want anders kom ik je halen, hè. Grapje, grapje, grapje. Niet... Wacht even, Nusa. Hey! Nu! 1-0 voor, jongens. Thiago met zijn eerste. Letterlijk waar de allereerste aanval van de wedstrijd. En Thiago, we gaan je missen volgend seizoen, man. Dat is wel bizar. Maar ja, we hebben wel Jutgla. Maar Thiago is echt een goede speler. Lekker begin van Club Brugge, jongens. 1-0 voor. Onyedika pakt de bal af. Daar hebben we Nusa. Thiago. Wordt aangespeeld. Van Aken kan dat wel. Wordt geblokt. Goed verdedigd. We moeten rustig blijven. Vetlessen. Vetlessen. Dat is jammer, man. Ik had meer verwacht. We zijn wel echt heel goed begonnen aan de wedstrijd. Weer aan de bal. Skof. Aan binnen. Vetlessen. Advincula is snel. Gewoon een pegel. Goeie aankoop. Hele goede aankoop. Maar dan net naast. Ja, hij is geen aanvaller. Wel goed gedaan. We zijn lekker begonnen aan de wedstrijd. Vetlessen. Tussendoor. Sliding voor de zekerheid. Mignolet doet het weer. 1-0 voor. Gaan ze de gelijkmaker maken? Lekker gedaan. Oké. Skof. 1-2'tje. Van Aken. Vetlessen. Wat een redding. Thiago houdt hem binnen. Dat betekent. Nusa gaat gewoon schieten. Hij gaat schieten. Nee, doe maar niet. Hier. Skof. Weer goed verdedigd. Pas 1-0, hè. Kijk, Advincula, hij is zo snel. Kijk hoe snel hij is. Hij is ook snel trouwens. Shishimi Gananani of weet ik veel.
Speel eerst. Hè? Oh, dat is zo jammer, man. En daar is de gelijkmaker. Hier, twee man. Hij laat hem struikelen waardoor hij valt. Hoeveel tijd is er nog dan? Oeh, ik voel een woede, jongens. Ik voel een interne woede. Nusa, draai lekker weg. Eerste man voorbij. Van Aken. Kom op, man. Van Aken. Van Aken! Doelpuntje, man! Terug in de wedstrijd. Ongelooflijk lekker gedaan van Aken, man. Nusa, trouwens. Nusa deed het heel goed. 2-1 aan het einde. De scheids gaat meteen fluiten. Oh, heerlijk gedaan. Hier is Nusa. Volgens mij is dat ook een assist van Nusa, trouwens. Luister dan. Scheids, ga fluiten. Maak geen grapjes. Fluit. 2-1 voor tegen Lugano, jongens. We hebben gelukkig weer de voorsprong te pakken. Maar dit is niet de bedoeling. We waren de wedstrijd namelijk aan het domineren. Kijk, 57% balbezit, 7 keer geschoten. Oké, wacht even hoor. Lugano. Oké. Nee! Hij ging er nog bijna in ook, hè. Mignolet is die guy. Hij gaat er langs alsof er niks is en dan is hij klaar. Te gemakkelijk van de bal gezet. Sabatini. Waar zijn mijn spelers, jongens? Ja. Ik kan niks doen op dit moment, man. Hey, je verliest de bal. Iedereen is gewoon eventjes niet goed bezig. Behalve Mignolet. We zijn op dit moment gewoon niet goed. We kunnen helemaal niks in deze fase van de wedstrijd. Vet lessen. Thiago. Geen buitenspel. Had aan de hoepen moeten zijn. Dan is het misschien wel tijd voor Jurgla. Nusa. Sinkernagel mag minuten maken. En dan. Ik heb Van Aken eigenlijk niet echt meer gezien. Dus we gaan het gewoon doen. En Onjedika gaat eraf voor. Nielsen. Dit zijn de wissels, jongens. We staan nog wel voor met 2-1. Maar ik vertrouw de zaak niet. Dus eventjes wat vers bloed op het veld. Wat doe je? Sam Stijn wordt geblokt. Nee, man. Het gaat gewoon niet meer. De 2-1. Gewoon gaan. Lopen, 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 lopen. Lopen, lopen. Je bent terug. Goed zo. Laat je nou niet zo makkelijk aftroeven. Pak hem aan dan. Nee! Je moest hem niet scheef op hem, man. Foutjes worden gemaakt. Mignolet is die guy, dat weten we nu wel. Maar ze hebben nog een minuut tijd. Weer een foute pass. En kijk wat Mignolet doet. Hij is de beste keeper. Nee, nee, nee. Maar waarom 2 tegen 1? Mijn spelers kunnen die bal niet wegkoppen. We gaan winnen met 2-1. Wat een moeilijke... Maar. We hebben gewonnen met 2-1. Zware wedstrijd, man. En we hadden de eerste helft gewoon lekker gedomineerd, hè. Ongelooflijk. Maar ja, we hebben wel onze 3 punten binnen. We hebben 2 wedstrijden gespeeld. 2 wedstrijden gewonnen. Jullie hebben het beslissende doelpunt gemaakt. Wat vond je van de wedstrijd? We hadden de wedstrijd eigenlijk wel. Maar moreel, ik weet niet wat er met moreel is. Het gaat zo snel naar beneden, dat dus gaan we niet doen. We waren wel het betere team, want we waren wel aan het domineren. Het was een moeilijke wedstrijd. Het was een goede wedstrijd, want we hebben gewonnen. Oké, de wedstrijd tegen Standaard moeten we gaan simuleren. Want we hebben gekozen voor een ander schema. Wacht even. Standaard staat op 2. We moeten keuzes maken. We kunnen niet elke wedstrijd spelen. Wat voor formatie is dit dan? 3-1-4-2 formatie. Van de laatste 5 wedstrijden hebben ze er 4 gewonnen. Wij hebben een probleem. Weer. Oh man, speel eerst. Mechelen. Ja, ik ga het wel doen. Wat meer. Jutgla mag spelen. Nielsen. En dan gaan we... Hou op. 2-2. Ja, ik kan daar wel mee leven. We waren op bezoek. En Standaard lijkt doet het ook goed.
Maar nu zijn we sowieso de eerste plek kwijt. Sowieso. 1, 2, heel veel dagen zitten ertussen. We gaan iedereen, even kijken, zetten op, je weet het al, volledige prestatie. Dit is een mooi moment om dat te doen. Kijk hoeveel dagen wij rust krijgen, man. Oké, we kunnen de positie veranderen van Talbi. Van RM naar FVA. Maar is dat... Gaan we dat doen? 65 algemeen. Ha! Niet vergeten. Nu gaan we kijken naar de beste ontwikkeling voor hem. Maar binnentredende vleugelspits, denk ik dat het beste is. Ja, oké. Okay, de wedstrijd tegen Kortrijk. En hopelijk is iedereen topfit. Hopelijk is... Wacht even hoor, even kijken. Nee, dat kan je niet menen. Zoveel dagen hebben wij rust. Spelers? Nee, niet hier. Niet hier. Spelers. We zetten jou op volledige... Nee, energiegericht. Nee man, dat kan echt niet. Jij... gebalanceerd. Vet lessen. Prestatiegericht. Iedereen met een klein... Oké. Prestatiegericht. Dit is niet normaal. Dit is echt niet normaal. Jij ook. Jij ook, want alsnog, dat kan je niet menen. En dan, wat ik wil gaan doen dan, ja, dan ga je gewoon eventjes rusten, want we hebben natuurlijk de wedstrijd erna. Ja, ongelooflijk. Dit is wel goed. Nee, maar eigenlijk, dit moet ik niet hier doen. Wacht even. De wedstrijd tegen Kortrijk, jongens. Dit zijn de 11 van Kortrijk. 5 verdedigers. Oké. Okay. Wie? Embro speelde heel lang in de Prem. Nee, tenminste in Engeland. Ja, hier gaan we het even veranderen. Spileers, Mechelen, Skof Olsen, Sinkernagel. En dan ga je niet eens mee. Nee, jij gaat ook niet mee. Jullie moeten gewoon eventjes gewoon niet mee. Wacht even. Ik ga Nusa, ik ga je ook meteen rust geven. Skoras. En dan even kijken. Jij gaat ook niet mee. Gods mag mee. Waar is Gods? Hier. Oké. Oké. Snel stimuleren. Mechelen, dat maakt niet uit. Vet lessen. Wil ik eigenlijk dan ook... rust geven, dan ja, ik ga het wel doen, want we hebben ze nodig in de volgende wedstrijd, weet je. Sabah mag mee, oké. Okay. We kunnen beginnen. Kom op, man. We zijn op bezoek. 3-0, Van Aken, Nielsen, Skoras. 2 wisselspelers scoren. Dat is super lekker, oké. Okay, we gaan, wat? 7 dagen, dat scheelt. Maar hij gaat die wedstrijd wel missen. En voor die positie hebben wij niemand. We hebben wel Sabah, ja, oké. Okay. Wil je bedanken? Hey, maak je niet druk, man. Ik ben trots op je. Stijn, ik moet vaker spelen. Je hebt nog steeds een plek in de selectie. Rustig aan, Stijn. De wedstrijd tegen Besiktas, jongens. Oh, en 2 dagen erna hebben wij de wedstrijd tegen... Ja, oké, 3 dagen, maar 2 volle trainingsdagen. Tenminste, 2 volle rustdagen. Ja, oké, dat is voor later. Laten we even kijken naar... De Kuiper moeten we gaan vervangen, maar de condities... Ja, Meijer. Dat meen je niet, maar maakt niet uit. Het is wat het is. We gaan even kijken naar de elefant, Besiktas. Op wie moeten wij letten? Gerson en Rashica. Chamberlain speelt dat trouwens ook. Oké, okay. We gaan beginnen. Kuiper, helaas, kan niet meedoen. Dat wordt Sabbe. Sabbe, jouw conditie is niet goed, maar het is wat het is. Voor de rest vind ik het prima, man. Hebben we, Jutgla is wel helemaal fit. Dus dat betekent, Jutgla, de bank. Je bent op de bank. Dit is goed, toch? Ja. Ja, oké. Okay. Ja, nee, we gaan beginnen, man. Dit is de... Wat? Content? Ja, oké. Okay. Scherpte is goed. Van de meeste wel. Ik zag hier een 76, maar dat is niet verkeerd. Voor de rest is het bijna allemaal 100. Spileers geen 100. Tuurlijk, jij weer niet. De derde wedstrijd in de Conference League groepfase gaat beginnen. De wedstrijd tegen Besiktas. De derde wedstrijd is officieel begonnen. Tot nu toe hebben wij alle wedstrijden in de Conference League gewonnen. Tot nu toe wel. Ik wou hem geven op... kom op man, Thiago. Wat gaat er dan? Ik moet even uit die emotie stappen. Ga me niet mee... Ga het niet menen, man! We staan achter met 1-0 tegen Besiktas. Rustig. Niet te vroeg het feestje vieren, hè. We hebben nog genoeg tijd, maar... Het begon bij Fit... Volgens mij was het Fit lessen, man. Ja, Mignolet kan veel, maar hij kan natuurlijk niet alles. We staan achter. Ik zei dus net, we hebben tot nu toe alle wedstrijden gewonnen.
Thiago, we hebben de corner. Dat was netjes gedaan hoor. Ja of niet? Netjes man. Van Aken. Kom op man. Corner zijn. Thiago. Nog een kans? Oké, okay, niet verkeerd. Niet verkeerd. Nee, wacht even. Nusa. Geen idee. Ga je deze winnen? We hebben nog steeds de bal. We zetten druk. Ja, goal! Golazo! We hebben de gelijkmaker te pakken vroeg naar hun doelpunt. Dat is precies datgene wat we nodig hadden gewoon, hè. Vroeg erna de doelpunt maken. De gelijkmaker. Thiago. Bro, ik heb het vaker gezegd, maar... Ik denk... Ja, Jutglas is ook goed, maar op dit moment is Thiago echt een killer voorin. Aboubakar. Hou hem in de gaten. Hij wil naar binnen knijpen, want ja, hij kan natuurlijk vanaf die positie niks. Ah, hou op. Waarom gaat er niemand van Club Brugge heen dan? Mijn controller... Bro, kom op man. We staan gewoon weer achter. Dit wordt een bizarre wedstrijd, jongens. Het is nu al begonnen. Het is een bizarre wedstrijd, trouwens, sorry. Nusa. Je moest hem weergeven op Thiago. Waarom worden die passes naar Thiago gewoon geweigerd dan? Vet lessen, dat doe je lekker. Skof is snel, maar... Thiago, je moest het denken, schieten, score! Inderdaad, hè. Dit is officieel een bizarre wedstrijd. 4 doelpunten in 30 minuten tijd. Dat... Hou op. Red zone. Hey, kom op, hé. Hey. Een balletje afpakken of ik ga de andere maar opgooien. Netjes gedaan. Hier is Meijer. Meijer moet eventjes... We worden toch goed getekt, man. Waarom pas je hem niet op? Die pas... Dat is de pas. Ik wou hem niet geven op hem. Dat is echt irritant, jongens. Kom op, hé. Hey. Nee. Alle schoten vliegen er gewoon in. Lol. Ik weet het niet meer. Bruh. Nusa! Bruh. Nu moeten we ophouden en nu moeten we gaan voetballen. Anders gaat het heel snel de hand lopen. Weer! We blokkeren hem gewoon niet eens. We blijven ervoor staan. Ze kunnen gewoon er langs schieten. Ja. Niet fluiten. Zeg eerlijk. Was dat geen fraude? Thiago was op het punt om die hele verdediging kapot te spelen. Die scheids besluit gewoon. Meijer gaat hem natuurlijk niet erin. 3-2 achter, jongens. Moet winnen. Hey. Nee. Maar zie je wat ik bedoel dan? We hadden een counter. Oké, Van Aken. Het is tijd. Stijn. Oké, dat was slecht. Ik probeer de bal af te pakken. Oh, wacht even. Nee, Van Aken moet eraf, bro. Waarom loop je naar voren? Je moet die bal toch eerst ontvangen? Thiago. Wat de? Die bal is... Bro, scheidsrechter. Stijn komt erin. Scheidsrechter. Kijk wat hij doet, hij gaat tijd trekken. We moeten nu echt kalm blijven voor de gelijkmaker. Stijn. Thiago. Stijn!
een comeback van Club Brugge voor de derde keer, bro. Drie keer komen we terug van de achterstand. Drie keer. Ja, oké, okay, luister. We zijn er nog niet, maar zijn hoeveel tijd... Drie minuten plus twee erbij. Ik weet het zeker. Dat is vijf minuten. Hé, maar we kunnen winnen trouwens. Wacht even, als we de bal... We kunnen winnen. We hebben het vaker gedaan. Pak die bal af. Nee! Bruh. Oh, we hadden misschien nog zelfs kunnen winnen, man. Maar ik neem genoegen met een gelijkspelletje. Vergeet niet, hè. We waren op bezoek. Dit is wel Beşiktaş. Dit is echt een goed resultaat. Ik ben echt benieuwd naar de feiten van deze wedstrijd. 8 keer geschoten, meer balbezit. En we spelen gelijk. Dit hebben we netjes gedaan. Dit hebben wij super netjes gedaan. Thiago's, wat? Een indrukwekkende wedstrijd van Thiago vandaag. Maar toch niet gewonnen. Dat is een goede les. Jullie wisten in de laatste 5 minuten te scoren. Wat een geluk, hè? Dat gelijkspel. Ik denk niet dat geluk er iets mee te maken had, man. We hebben het wel afgedwongen. Dat vind ik wel. Oké, broskies, we gaan naar de laatste wedstrijd van de aflevering. De laatste wedstrijd van de aflevering is tegen Antwerp. Regerend landskampioen. Luister dan. De conditie van sommige spelers, maar ik moet ook letten op de scherpte. Want sommigen hadden... Ja, oké, scherpte is op zich... Conditie van Kuiper. Ja, oké, je was geblesseerd. Ik ga wat doen. We gaan het even doen. Dit zetten wij op. Volledige energie voor alle basisspelers. Hopelijk. Het zijn maar 2 dagen, dus ja, dit is de enige echte goede optie. Jutglar wil graag spelen. Ik zit er wel aan te denken om hem wel de minuten te geven. Want ja, weet je, volgend seizoen is hij de nummer 9 natuurlijk. Weet je, we moeten hem wel tevreden houden. Dit zijn de 11 van Antwerp, de nummer 1 van de Jupiler Pro League op dit moment. Wij waren gewoon de nummer 1, hè. We hebben het gewoon uit handen gegeven. Boetes, Wijndal natuurlijk, Mandela, Alderweireld, Corbani, Youssouf, Mantazo, Balikwisha, Ekkelenkamp, Kerk, Jansen. Dat zijn er 1, 2, 3, 4 Nederlanders in de ploeg van... Is Kerk nog Nederlands of is hij... Is hij Surinaams nu? Heeft hij dat veranderd? In ieder geval 4, oké? Okay, hou maar op. Ja, Alderweireld, ik weet wat je denkt, maar je bent gewoon een half Nederlander. Alleen omdat je speel Ajax hebt gespeeld. Oh. Laatste 5 wedstrijden hebben ze wel maar 2 gewonnen, hè? We gaan even kijken. De conditie van Club Brugge. Ja, de Kuiper, dat is niet voldoende, my guy. Je bent net terug van je blessure. Dat betekent Sabbe had ik ook moeten... Maar ik weet de oplossing, ik weet wat jullie denken. Meijer, ik weet het... Ja, oké. Okay. Sommigen zeiden... Jij krijgt de kans nu, Meijer. Op de oude positie. Mechelen gaat mee. Kuiper gaat totaal niet mee. We nemen mee Ordones. Dan zijn dit de 11. Mignolet. Meijer als linksback voor de allereerste keer dit seizoen. Mechelen, Spileers, Advincula, Onyedika, Vedlesse, Nusa, Van Aken, Skop Olsen, Thiago. De bank is goed. Laatste wedstrijd van de aflevering, jongens. Dit is de kraker tegen Antwerp. I got lost tonight. Under the stars up in the sky. Directions hard to find. Under the stars up in the sky. I got lost tonight. Under the stars up in the sky. Directions hard to find. Under the stars up in the sky. De wedstrijd tegen Antwerp, de koploper in de Jupiler Pro League. Ja, eerst was het Club Brugge, maar we hebben het gewoon uit handen gegeven, hè? Dat is wel echt jammer. Als we kunnen winnen van Antwerp, kunnen wij misschien weer de koppositie overnemen. Maar wij staan op 3, niet eens op 2. Vet les is er langs, wacht even. Thiago. Wat een slechte voorzet van Vedlesse. Dankjewel. Wat is dat voor... Ah. We moeten doorgaan, hè. Ja. Balikwisha. Hoe kan hij hem zo... Oh, oké. Okay. Nusa, kom op, Nusa. Nusa komt er... Zo, goed voor... Dedig. Daar is de kans. En daar is het doelpunt. We staan achter met 1-0. Wat wil je dat ik zeg? Ah, ja, ja. Jansen scoort. 1-0 achter tegen Antwerp. De nummer 1 van de competitie. Hij gaat er tussendoor. Mechelen komt er niet meer bij. Spileer staat te kijken. Dan is het klaar. Hoe de verliest hij hem zo gemakkelijk, bro? Van de bal.
Dat is op de bal, scheids! Je geeft geen kaart omdat je weet. We zijn gewoon weer de bal kwijtgeraakt, hè. Win. Counter, counter, counter. Van Aken. Kom op. Als je hem niet afmaakt. Oh my god! Scheids, laat ons gewoon even die aanval afmaken dan, scheids. Meer balbezit, minder keer geschoten. 1-0 achter tegen Antwerp, jongens. Er is nog tijd. We kunnen gewoon niet de bal afpakken. Hier. Geen overtreding. Ik wil gewoon geel zien. Ik ben er gewoon klaar mee, scheids. Als je geen kaart geeft, gaan we een klacht in. Hij geeft geen effing. Hij is... Bruh. Buitenspel, hè? Ik denk randje buitenspel. Het was gewoon buitenspel. Jammer. We moeten snel die gelijkmaker maken. Deze moet je winnen. Je verliest het gewoon, man. Kom op, man. Waarom kunnen we die ballen niet afpakken dan? Van de bal. Hij heeft nog steeds de... Oh, kom op! Naar wie paas je die? Waar, hij kapt hem gewoon weg. En hij kan schieten. Skof. Je bent er langs, je bent er langs, je bent er langs, je bent er langs. Thiago, kom op, Thiago. We hebben je nodig. Thiago, Thiago, kom op, man! Dat ga je niet menen. Nu wordt het moeilijk. Pak hem aan. Ah man, we kunnen... We kunnen niet verdedigen. Nu wel, oké. Niet de bal... Oh man, we kunnen niks, man! Kom op. Man! We gaan niet eens een counter kunnen plaatsen. Pak hem af, pak hem. Hij gaat er niet langs, hij gaat er gewoon langs! What the... Ik kan... Nee, jongens. Hij gaat de bal zeker afpakken. Hey, scheidsrechter! Ik ben er klaar mee, man! We kunnen niet eens naar voren meer! Ze blokkeren alles! Ik ben niet. Kom op. Oh, we hebben wel de bal, ik wou net zeggen. Deze moeten we... Het is niet eens een corner! Lol! Ga je niet mee? Dit kan je niet menen. Dit kan je niet menen. Het is geen corner. Hoe is dit mogelijk? Dit is niet oké. Okay. We gaan gewoon... Meen je niet? We hadden de bal. Ze maken een fout en wij maken meteen direct de fout. Alles wat we doen, ze gaan er gewoon langs, man! Counter, counter, counter. Nee. Voor ons, kom op. Gaat zeker fluiten. 2 minuten. Nee, je past hem niet, je past... Oh, klaar, bro. Schijs, je past, je... Lol. Was het buitenspel? Dat is het enige wat ik wou weten. Hij fluit hier, hè? Hij fluit hier. Hier wil ik die paas geven. Het staat geen buitenspel. Hij fluit af midden in die aanval. Dit doen ze zo vaak, man. We verliezen met 1-0 van Antwerp. En daar hadden we sowieso gescoord. Aan de andere kant, Antwerp was beter, man. 5 keer geschoten, wij maar 2. We hebben verloren. Bizarre reddingen van Boutous of hoe hij ook heet. Bizar. Gewoon bizar. Geef de score een goed beeld van de wedstrijd. Niet bepaald. Nee. Nee. Misschien wel, ik weet niet. Op dit moment staat Club Brugge op plek 4 met 22. Het gat naar Antwerpen is 5 punten. We raken de grip kwijt, jongens. Er moet snel verandering in komen. Of anders kunnen we niet eens... Ja, oké. Gelukkig hebben wij natuurlijk de play-offs in België.
Dus dat scheelt wel. Maar kijk, Molenbeek staat op 5. Hoe doen hun dat? Het laatste wat ik wil gaan bekijken, want dat heb ik volgens mij nog niet gedaan. De topscorer in de Jupiler Pro League is Jansen met 14. Slimani met 10. En wie hebben wij dan? Oké, Biron op plek. Daarom doen ze het goed, Molenbeek. Wij hebben Thiago op plek 7 met 6 doelpunten. 8 minder dan Jansen. Dat is een probleem. De koning van de assist op dit moment. Lapoussin met 6. Kawabe met 5. Alsate met 5. En dan hebben wij, even kijken, Van Aken. Op plek 6 met 4. Dat doet hij wel goed, maar we missen wel een killer voorin, man. Ik dacht, Thiago is lekker bezig, maar dit valt eigenlijk wel tegen. Maar goed, broosjes, dit is ook meteen het einde van de aflevering. Ik kan ook deze aflevering minimaal de 100 likes bereiken. Hartstikke bedankt voor het kijken. Tot de volgende aflevering. I'm out, Ski.